Hallo, welkom bij deze tutorial. Bij deze tutorial wil ik het met jullie gaan hebben over het tabblad van je website. Een vrij oninteressant dingetje misschien, maar toch wel van belang denk ik zo. Hier zie je zo'n tabblad. Niet alle internetbrowsers die geven hetzelfde neer op zo'n tabblad, maar in bijna al die tabblaadjes staat in elk geval de naam van je site. En heel vaak ook zo'n mooi icoontje ervoor. En dat icoontje heeft een naam. Dat heet een favicon. Nou werk ik voornamelijk in Safari. En Safari die laat de favicons niet zien. Daarom hou ik deze site even open. Google Chrome om het te laten zien. Zo'n klein icoontje wil ik ook in mijn sites hebben. Als je gaat naar Safari, dan zie je dat de tabbladen anders in elkaar zitten. En hier zie je de site zoals ik daar al een beetje mee aan de slag ben. Hop, aan deze kant. En ik heb nog niet heel veel gedaan. Maar het gaat me nu om het tabblad. En ik wil er dus een plaatje in hebben in andere browsers. Safari laat dat niet zien. Hoe pak ik dat aan? Hoe pak ik ook deze tekst aan? Ik ga naar WordPress. En dan open ik weergave. In mijn geval is die al geopend. Dan klik ik op de customizer. Dat is een beetje onafhankelijk van wat voor thema je hebt geïnstalleerd. En daar staan een aantal vaste onderdelen in. Die ga ik niet allemaal bij langs. Dat komt misschien te zijn de tijd wel. Het gaat me nu om de site-identiteit. Want die site-identiteit die staat hier. En je ziet deze tekst, AW Kampen, portfolio en informatie, ook hier heel netjes staan. Daar maakt WordPress echt wat moois van. En dan zie je ook het onderdeeltje favicon. Laat ik dit eens veranderen. Ik zet er gewoon een S achter. Hop. En dan ververs ik de pagina zelf. En die S verschijnt ook daar. Zie je, wat je hier verandert, verandert die mee op de site. En nu weer terug, als het goed is. Perfect. Die favicon, wat is nou een favicon? Ik heb het even voor je opgezocht op Wikipedia. Hier zie je het. Een favicon, URL-icon of pagina-icoon is een pictogram dat geassocieerd is met een website. En dat kun je op meerdere plaatsen tegenkomen, want ik zei Safari laat het niet zien. Nou, niet hier, maar kijk eens wat er gebeurt als ik Safari open. Dan staan er een aantal websites die ik met zekere regelmaat weer terug laat komen. En je ziet dat een hele aantal van die websites, die hebben hun eigen plaatje. Hebben ze die niet, dan pakt Safari gewoon de allereerste letter en zet daar een gekleurd rechthoekje omheen, of vierkantje omheen. Maar websites die een eigen favicon hebben, die plaatst je hier ook in. En zo doe je dat dus, via deze weg. Ik heb een favicon gemaakt, ben even met Photoshop aan het werk geweest, dat is vrij simpel. AWK met een honingraad, want daar wil ik nog wat mee gaan doen in mijn site met honingraden. En ik heb de achtergrond opzettelijk niet wit gehouden, maar transparant gemaakt in de hoop dat ik dat dan ook ga doen op de website zelf in het tabblad. Transparant wordt trouwens getoond met behulp van zulke blokjes. Als je in Google of een andere image finder een plaatje zoekt, zie je dat ook wel eens op de achtergrond. Dat betekent dan ook direct dat dat afbeeldingje in principe transparant is. Een transparante afbeelding moet je opslaan als een PNG-bestand. PNG slaat namelijk ook het transparante kanaal op, zodat het kan worden herkend door andere stukken software, of in dit geval website browsers. Ik heb hem allemaal opgeslagen, staat alleen in mijn mapje. Ik hoef hem alleen nog maar te uploaden. Dat doe ik door hem hier te selecteren. En hier staat al een oudere versie, maar die was nog niet transparant gemaakt. Dus dat ga ik even opnieuw uploaden. Ik ben hier nu in de mediabibliotheek trouwens. Dat is een van de dingen die je aan de zijkant ziet van het scherm, media. Als je daarop klikt, kom je hier terecht. Maar je kunt er dus ook worden heen geleid via een ander iets, in dit geval via het favicon menu. Ik kan kiezen uit de plaatsen die er al op staan, waar ik wat mee aan het experimenteren ben. Maar ik kan ook bestanden uploaden. En dat ga ik nu doen en ik zoek favicon.png. Kies. Je ziet ook direct dat die al grijs wordt benaderd. Transparant. Die selecteer ik. Ik kan hem eventueel bijsnijden, want ik moet me wel houden aan de formaten van de favicon. En dat staat hier, de formaten die hij kan hebben.
Ik heb hem gemaakt op 64 bij 64 pixels. Oh, daar ben ik. Nou ja, snij maar bij. Hop, daar staat hij. Weer grijs, transparant. Nu nog even opslaan en publiceren. En dan hoop ik... Kijk, staat hij hier nog? Nee. Ik hoop dat het goed is. Kijk, hij heeft hem hier al gepakt. Zie je dat? En nu kijken hoe het eruit ziet op een tabblad. Daarvoor ga ik even weer naar Google Chrome. En dan ga ik naar mijn website. Als het goed is. Kijk, het is prachtig, mooi, transparant. Mijn icoontje voor de informatie. Oké, tot zover alles over de Favicon. Succes ermee.